Goeie start, dan vind ik echt een lul. Ja, het is een beter start. Ja, ik heb wel een goede reactie, maar ik ben niet heel snel weg. Oh, hi Kero. Wat is dit? Later heb je. Oh nee, er komt iemand vol dive, gast. Wie is dat? Ja, buitenom. Bij alles. Ja, er is iemand heeft mij vol gedived gehad. Als je keren weer buitenom gaan we niet doen, Amis. Rick Stijn. Wat kan hij? Hij is vol gehit door iemand. What the fuck, wie was dat? Ben je agressief rijden nu al? Rick Stijn binnenkantje hier. Kusje. Oh, new strategy is available on the MFT. Mijn plannen zijn al goed dood gewoon. Lab 7 wil die gaan, prima. Nee, ja, voor de hard stond hebben wij lab 7 voor de hard. Ah, bij mij medium gewoon. Oh ja, bij al wat ik lab 6 naar de medium gaan. Daar kan je 15 labs op medium of zo. Oh, goede battle hier met Heiji Kero. Voor aan de ene kant wil ik lab 6 gaan, maar aan de andere kant ook lab 7. Oh, dat was een beetje agressieve move. Als ik lab 7 ga, als ik lab 6 ga, kom ik wel in die traffic aan. Kom er nog achter, ik weet het eigenlijk. Ah, ik heb ook gezien dus fucking onderzoek uit te laten. Dat is 1.4 nu. Elke keer fucking onderzoek in de laatste box. Ja, ik heb gewoon geen achterkant laatst op. Ik heb juist achterkant, maar ik heb nog. Ja, je kero, jongen, echt mooi. Ik tikte hem vol van de baan af, dus ik gaf gewoon positie terug. Toch even die DRS nu wel ingehaald. Ah, kut zo, die haaie kero gaat er langs. Of nou, nee. Ik loop bijna achter Rick Stijn, gast. Krijg precies bij die haaie kero. Het is gewoon het kutste van het wing wat je kan hebben, gewoon het geen. Er zit echt een 2-10 net achter de kosmos, we moeten door die traffic heen. Dat is echt heel kut. Lul, oh ja, met Wasbeertje en Dion. Ja, ja kut, die... Hey, Kero gaat er hier langs bij Dion. Nee, oh Dion. Jammer. Gewoon de bocht direct naar de chicane langs gegaan. Oh ja. Kijk, een 19D rijden jullie. Gast, die Wasbeertje is traag, jongen. Nee, gast, flikker op. Nu komt die Lion Gamers en zo er allemaal bij. Ik heb 19D, ik rij een 21-3. Nog meer damage. Oh, echt in de gearbox met die kosten. Ik moet even concentreren. Ik had hem bijna buiten om. Hebben we die wijdere lijn voor die betere exit? Ja, die had het daar komt hij Kero. Ja, ik heb die de mic echt keihard gepakt bij de restart. Ik heb niemand. Die Cosmic Toss gaat meteen aanvallen. Dutch Muso drop nu. Houd je echt zeker op. Ah, nee, die fucking high Kero, jongen. Zo flikker gewoon, die houdt muziek hard op. Hé, hey, Wasbeertje, dat is een beetje een chicane afsnijden aan iets buitenom, jammer. Ik weet nog niet of hun dan... Oh, het is Muso spint. Oh, hij neemt high Kero mee. Hij neemt high Kero mee. Oeh, dat is Cash. Ja, dat kan... ja, hij spint nou helemaal op zichzelf. Cash is, hè? Hij spint op zichzelf, Joey. Ja, ja. Oh, dat is echt ja, okay. Zo Cash, dat dit is goed voor de championship standings. Cash, easy win wordt dit, hoor. Ja, maar ik, weet je, Joey, jij zei... Zo, dat is een beetje laat, meneer Tosti. Daar volgens gaat hij bedijven, tik die behalve rond. Gast, je kan niet het links naar rechts gaan. Die lap te gaan. Welke lap komt die safety car? Weet niet. Oké, dus ja, daar hou ik het wel. Jammer, Cosmic. Ik ben benieuwd dat hij weer gaat zeggen, daar kon hij niks aan doen, want in Basilië zei dat ik er niks aan kon doen. Ga nog steeds fucking traag, hè? Yes, sir. Prima gap naar Lion Gaming. Yes, ziek gap. Ja, gaat zo oh, kut. Ik had ziek gelijk. Ik had ziek moment. Maar wordt gedived, jammer. Sam, kijk wat voor cap we nu al hebben, gast. Dat is goed, Kessie, Sam. Oh, ik heb wel echt hele koude banden. Holy Moses. Ja, dat hebben wij ook, maar dat maakt niet uit. Hij Kero is er gelijk langs, maar... Ah, ja, maar moeite, je P5 wordt ook prima. Ga eens kijken hoe ver achter ligt. Zo, die Mike, jongen, hij heeft veel betere grip.